De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, hield vandaag een seminar getiteld Improving the Management of Tropical Forest of Suriname. Tijdens dit seminar zijn resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar ons bosbeheer, verricht door de stichting in samenwerking met de Universiteit van Hamburg. Deze resultaten moeten uiteindelijk het beleid van het ministerie van de Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer, RGB, helpen bepalen en waar nodig aanscherpen. Minister Roline Samsudin van RGB zegt dat het ministerie altijd onderzoek heeft ondersteund. Binnen RBB hadden wij in het verleden een heel goed functionerende afdeling bosonderzoek en een houtlaboratorium. Ook weten wij dat CELOS speciaal opgezet is voor het doen van onderzoek in de agrarische sector en de bosbouwsector, om zodoende mede te helpen om deze sectoren verder te ontwikkelen. Initiatieven van buiten op het gebied van bosonderzoek in Suriname waren ook altijd welkom en zijn ook altijd gefaciliteerd. Wij kennen nog de activiteiten van de Universiteit van Wageningen, Nederland, die in het verleden zijn uitgevoerd. Het CELOS Management System is een heel bekend resultaat van deze activiteit. Zo ook is 6 jaar geleden het project Improving the Management of Tropical Forests in Suriname geïnitieerd door de Universiteit van Hamburg in Duitsland. Het doel ervan was om samen met Surinaamse partners in de tropische bossen van Suriname onderzoek te doen. Een van de belangrijke voorwaarden van deze activiteit is dat het moet leiden tot een win-win situatie waarbij Suriname in het algemeen en de bosbouwsector in het bijzonder profijt van moet hebben. Samsudin zegt verder dat in de afgelopen jaren verschillende projecten door de SBB, de Universiteit van Hamburg en het CELOS zijn uitgevoerd. Deze samenwerking gaat volgens haar onverkort door. Rewi Matai, directeur Bosbouw-Economische Diensten van de SBB, zegt dat onderzoek functioneel moet zijn. Dat we op een punt zijn van als we de trend van de houtproducties bekijken. Jaren 90 van vorige eeuw, het stagneerde op 150.000 kubieke meter. Gaandeweg, halverwege 2005, zien we dat het toegenomen is tot 200.000 kubieke meter per jaar gemiddeld, om te komen in 2009, als het goed is, 300.000. En in 2015 hebben we een productie van een meer dan 500.000 kubieke meter rondhout gehaald. En er is een groei. Maar je moet toch nog zaken uitzoeken. Rendementstudie van kap tot en met houtverwerking is gedaan in dit project. En ik denk, ik weet niet, dat lijkt of dat ik arrogant ga doen. Het is van mij uit kan gekomen. Dat ik dat geprobeerd heb om erin te plaatsen. Omdat we indicaties hebben dat er heleboel afval zich voordoet. Vanaf een boom tot in de houtzagerij, dat er een heleboel afval voordoet. En dat je echt op papier moet hebben van die boom naar dat product. Wat is er? En als je die indicaties hebt, moet je dan kijken van één optie is minimaliseren. Als dat niet mogelijk is, moet je kijken wat je ermee kan doen. Aldus Rewi Matai, directeur Bosbouw Economische Diensten van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. De organisatie hield vandaag in Hotel Residence Inn een seminar getiteld Improving the Management of Tropical Forest of Suriname.